Hey beautiful ladies, happy new year! Yay! Ik hoop dat je echt een hele fijne jaarwisseling hebt gehad. Ik ga vanaf 2 januari weer beginnen met een challenge. En ik dacht, misschien vind je het leuk om het samen met mij te doen. Voordat je begint, stel jezelf een doel wat je 21 dagen lang achter elkaar elke dag kan doen. Als je nog niet weet wat de 21 Day Challenge is, bekijk dan deze video, want daarin leg ik het allemaal nog iets specifieker uit. En please, 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 als je mee wil doen en je hebt het nog nooit gedaan of je hebt het eerder gedaan en het is niet gelukt, maak je doel zo klein mogelijk. Ik heb echt zoveel liever dat jij 21 dagen lang achter elkaar elke dag 5 minuten sport, dan dat je voor jezelf een doelstelling stelt dat je 21 dagen lang elke dag een uur wil sporten en vervolgens na 3 dagen afhaakt. Ik heb het nu over sporten, maar een 21 Day Challenge kan alles zijn. Misschien wil jij leren om de perfecte vaas te boetseren. I don't care, dan ga je elke dag 10 minuten lopen boetseren. Iets wat ik sowieso in de 21 Day Challenge video vertel, maar nu eventjes nog een keer omdat het zo belangrijk is. Schrijf je doelstelling op. En het liefste heb ik dat je dat doet op de Facebookpagina van Enterprise Me TV. De link hiervan vind je hieronder in de beschrijving. En waarom? Omdat als je het opschrijft, voel je veel meer verantwoordelijk om die doelstelling ook echt te gaan behalen. Dus dat moet je echt even doen, want dat werkt echt 10.000 keer beter dan gewoon zeggen, oh, ik heb deze doelstelling en dan. En je hoort het al, je hoeft absoluut niet precies hetzelfde te doen als ik. Zeker niet. Ik heb zelfs liever dat je gewoon dicht bij jezelf blijft dan dat je gewoon mijn lijstje gaat copy-pasten, want dat is iets wat heel dicht bij mij ligt. En dat hoeft voor jou niet te werken. Mijn doelstellingen staan nu sowieso op de Facebookpagina van Enterprise Me TV. Elke dag dat ik verder ben met deze challenge, zal ik mijn resultaten ook daar posten. Dus je kan mijn challenge gewoon op Facebook blijven volgen, als je het gewoon leuk vindt om mee te kijken. Dat kan natuurlijk ook. En als je het leuk vindt, vind ik het echt heel tof als je jouw resultaten daar ook bij zet als je meedoet. En mocht je wel willen gaan sporten, ik ben echt heel enthousiast hierover. Ik heb eindelijk een workout video voor jullie opgenomen, samen met een personal trainer. Deze komt niet aanstaande zaterdag, maar die zaterdag erop komt die online. Oh, en wacht. Voordat je deze video wegklikt, aanstaande zaterdag heb ik echt een zo'n toffe aankondiging. Iets waar ik heel lang mee bezig ben. Het is wel echt iets privés en iets voor mij. Maar als je dat wil zien en het niet wil missen, abonneer je dan nu op mijn kanaal, want dan krijg je die update automatisch binnen. En that's it. Mijn challenge start dus morgen op 2 januari. Mijn doelstellingen staan nu al op Facebook. De link voor de Facebookpagina van Enterprise Me TV, die vind je hieronder in de beschrijving. En mocht je meedoen, let me know. Ik wens je echt heel erg veel succes. En voor nu wens ik je echt een zalige eerste dag van 2015. Doe lekker rustig aan en ik zie je zaterdag. Doei doei! En het gaat over het concept Accept Gracefully. En wat betekent dat?